Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast die in deze aflevering centraal staat. En dat is wethouder Henk Driessen. Henk, van harte welkom. Het mantelzorgcompliment, daar is nieuws over te melden. Ja, absoluut. Maar ik wil eigenlijk zelf eerst even een compliment uitspreken. Ik heb vorige week kunnen zien dat je 500.000 hits hebt gehad op YouTube-kanaal. Dus daar wil ik jou mee feliciteren. Nou, hartstikke bedankt. Dat is toch ja, netjes. Dat is ook een mijlpaal. 500.000 kijkers al inmiddels eroverheen, waarvan 85.000 dit jaar. Dus je ziet dat het heel erg snel omhoog gaat. En daarmee het best bekeken YouTube-kanaal van Tiel. Ja. Perfect. Nou, dankjewel. Dan kan ik ook wel melden trouwens dat de StadsTV-app te vinden in de App Store en op Google Play al meer dan 32.000 keer is gedownload. Kijk, nou, dat is ook een felicitatie waard. Mooi. Nou, mooi. Dankjewel. Ja. Mantelzorgcompliment. Ja, mantelzorgcompliment. Dat is een beleid dat eigenlijk dit jaar voortgezet wordt. Vroeger vanuit de zorgverzekeraars. Dit jaar hebben wij vanuit de gemeente Tiel ook een mantelzorgcompliment ingesteld. Eigenlijk dit jaar als een soort overbrugging, mag ik wel zeggen. De raad is er ook heel druk mee bezig. En we hebben nu besloten om voor 2015... nu mensen uit te nodigen via de media, onder andere op tv is het geweest, StadsTV, maar ook in de krant. En dat loopt nu al behoorlijk. En dan kunnen ze zich melden. Mensen die of langer dan 3 maanden en of 8 uur per dag, per week als mantelzorger bezig zijn, die kunnen zich melden en dan mogelijk voor een compliment in aanmerking komen. Hoe gaat het in zijn werk? We hebben gekozen dat de welzijnsorganisatie Mozaïek, die zorgt voor de uitvoering. Dus daar kan men zich melden. Ze kunnen ook daar naartoe bellen en dan krijgen ze een formulier thuisgestuurd. Formulier invullen, dat is daar precies aangegeven wat men in moet vullen om te kijken of men in aanmerking komt. Dat wordt gescreend en dan zal eind van het jaar, begin volgend jaar, tot betaling overgegaan. En wat krijgt iemand als dat goedgekeurd wordt? Nou, we hebben gekozen, en uiteraard geldt daar ook van, we moeten binnen de budgetten blijven die ervoor zijn. We hebben ruim 160.000 euro gestaan voor het mantelzorgcompliment. Dan kun je het natuurlijk moeilijk inschatten, hè? Ja, kunnen we moeilijk inschatten. We hebben wel geprobeerd een inschatting te maken. En daarom hebben we gezegd van maximaal 125 euro wat men kan krijgen. Maar we moeten het helaas even af laten hangen van het aantal aanvragen die binnen gaat komen. Uiteraard gunnen we iedereen zoveel mogelijk. Maar ook daarvoor geldt dat we ook een beperkt budget hebben. Is het niet heel erg laat bekend geworden wat Tiel precies gaat doen dit jaar? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. We proberen het gewoon dit jaar af te ronden en dan is het in het jaar ook afgehandeld. Wat we geprobeerd hadden aanvankelijk, en daar heeft de raad van gezegd van Henk, doet het nou niet. Aanvankelijk hadden wij het willen koppelen aan de mantelzorgbarometer. Die is ook uitgevoerd afgelopen jaar. Wat is dat? Mantelzorgbarometer hebben wij opgesteld en laten uitvoeren om juist aan de mantelzorgers zelf en de mantelzorgontvangers aan te geven van geeft u nou eens aan richting de gemeente waarvan u denkt, waarvan u vindt wat er moet gebeuren rond de mantelzorg. Mantelzorg vraagt zoveel van de mensen. Mantelzorger, dat word je automatisch. Je gaat niet voor solliciteren, je wordt het vaak ook ongemerkt. Ja, je bent er zelf ook in. Ja, absoluut. En je wordt het ongemerkt. En daar is op zich ook niks mis mee. Maar dan moet je gaan oppassen dat men niet overwerkt gaat worden, als ik het zo mag zeggen. Ja, Tiel heeft ook gekeken naar van kunnen we ze ondersteunen, die mantelzorger. Ja, en dus niet zozeer in financiële middelen, maar meer in onderwijs. Ja, coaching. We zijn juist aan het kijken met die mantelzorgbarometer. Wij hopen daar binnenkort de uitslagen van te krijgen. Wat maakt dat duidelijk, die barometer? Waar juist de mantelzorger zelf van vindt dat dat wat geregeld moet worden. Okay. Soms is het zo dat de mantelzorger het juist fijn vindt als er even de zorg wordt overgenomen en dat de mantelzorger bijvoorbeeld zelfs een keer een weekendje weg kan. Ja, zo zijn er allerlei initiatieven, schieten ineens te binnen. Je hebt het surfpunt Thuiswonen. Ja. Die heeft een apparaatje ontwikkeld waardoor mensen niet fysiek hoeven op te letten, maar dat er bijvoorbeeld via de telefoon heel innovatief een signaaltje komt als iemand bijvoorbeeld langer dan een bepaalde tijd op de wc zit of in een bepaalde stoel. Ja, nou, dat zijn ook dingen die het verlichten. Maar ook heel simpel, als je heel veel als mantelzorg bezig bent met een naaste, dat je even zelf afstand kan nemen.
Gewoon eens een weekendje naar Valkenburg toe, noem maar wat. Nou, dat zijn dingen die ook mensen heel graag willen. En dan zou je voor dat, die tijd een soort andere mantelzorg in moeten zetten. Nou, dat proberen wij van de mantelzorger zelf te gaan horen. Hij is recent afgerond, dat wordt nu allemaal geanalyseerd. En ik hoop dan samen met de gemeenteraad een nieuw beleid voor kunnen maken in 2016. Mensen kunnen dat mantelzorgcompliment voor 2015 aanvragen tot en met het eind van het jaar? Ja. Als men dat later doet, vervalt het dan? Nou ja, in 2016 krijgen we weer een mantelzorgcompliment. Uh-huh. Hoe dat eruit gaat zien, dat durf ik nu nog niet te zeggen, omdat we dat juist ook willen koppelen aan, logisch, aan de barometer. Logisch. Maar tot 31 december kunnen ze de aanvraag doen. Dat is dus bij Mozaïek bellen via, ja, de website. En men krijgt een formulier thuis. En dat formulier moet ook voor 31 december dan, ja, weer terug zijn. Ja, dat, dus er is wel haast bij geboden. Nou ja, we hebben nog 4 weken. En dan hebben we in 2016, hebben we ook afgesproken, hebben we nog een aantal weken om het helemaal af te handelen. Ja, ik zou wel kunnen zeggen, als hij een dag te laat is, moeten we zo niet moeilijk doen. Maar dat moet echt niet heel veel later gaan worden, want dan is het ook niet meer te organiseren natuurlijk. Want we moeten juist gaan kijken, zo we zijn er binnengekomen. Mm-hmm. En dan kunnen we beoordelen van, is het €125 of minder. Ja, precies. Want je moet het doen maximaal met dat budget, die, ja, 160.000. Ja. Mocht er nou geld overblijven, wat gebeurt daar dan mee? Nou, dan kan ik me voorstellen dat ik dat met de raad ga bespreken. Om dat ook een stukje weer volgend jaar de gunsten van de mantelzorg te laten zijn. Oké, dan hevel je het over naar het jaar dan ja, 2016 dus. Daar hebben we binnen onze financiële organisatie natuurlijk regels voor. Maar ik kan me voorstellen dat we dat op die manier proberen te oormerken volgend jaar. Je hebt nog meer met die raad af te spreken, onder andere het zwembad. Hoe zie je dat zelf? Ja, het zwembad. Ja, was best wel, vond ik, een gewaagd verhaal. Ja. Want je hebt zelf gezegd van, nou, stel die kaders maar. Nou, gemoggel in die raad van, oh, die wethouder heeft het allemaal helemaal niet geregeld. Want we moeten wel iets weten van kaders. Terwijl ze zelf kaders willen stellen. Zo heb ik het zelf ervaren. Vervolgens zeg maar van, nou, we willen dit, dat, zus en zo. Maar we hebben eigenlijk geen of bijna geen geld. Nou, ja, dat is toch een onmogelijke opgave. Ja, even terug naar het begin. We hadden juist afgesproken met diezelfde gemeenteraad dat er op enig moment een kaderstellende discussie in de raad zou plaatsvinden. Daar heb ik een paar scenario's voor op papier laten zetten. Ja, heel breed, hè? Ja, heel breed. Noem eens concreet. Nou ja, variërend van, en dat staat eigenlijk in het coalitieakkoord, in het Bloesemakkoord, van een zwembad wat geschikt is voor het geven van zwemlessen, hè, de basis zwemlessen. Dat is de meest sobere variant. Tot het zwembad wat nu is, in de zin van een recreatiebad, een wedstrijdbad voor waterpolo en zwemmen. En wellness en alles erop en eraan. Ik heb ook aangegeven in die nota van, ja, bij het ene zal het makkelijk haalbaar zijn, de taakstelling. Bij het andere zal een hele hoop uit de kast gehaald moeten worden en ook out of the box denken. En denk ik ook heel afhankelijk van innovatieve ontwikkelaars om te kijken of er dan nog die taakstelling haalbaar is. Ik ga er alles op inzetten om zo snel mogelijk helderheid te krijgen. En het wordt een uitdaging, maar zonder uitdaging ook geen mooie toekomst natuurlijk. Dat is zo. Het sportfondsen, daar is een nieuw contract mee gesloten, heb ik begrepen. Hoe verhoudt dit zich tot dat zwembad wat eraan komt? Nee, even een nieuw contract niet. Dat is wel actueel, speelt op dit moment, komt volgende week in de gemeenteraad. Ik heb voorgesteld om het contract met sportfondsen, die ook de exploitatie en beheer van het zwembad doet, om dat te verlengen. Officieel was die afgelopen met ingang van 1 januari 2017. Moet ik hem deze maand opzeggen. Het voorstel is geweest nu om hem te verlengen. Het lijkt erop dat de raad het overneemt. Niet met een maximum van 5 jaar, maar tot het voorstel is nu 1 juli 2017. Dat is een half jaar erbij. Sorry, 2019. 2019. Goed dat u mij corrigeert. Ja. In die tijd hopen we juist rust te hebben voor de sportverenigingen, want daar zijn we ook mee in gesprek. En dan heb ik het over de binnensport. Daar zijn we in gesprek om te kijken wat zij over zouden kunnen gaan nemen aan beheer. De kantine, maar ook een stukje beheer, onderhoud, misschien verhuur. Daar zijn we op dit moment over in gesprek. En het lijkt erop dat dat te snel gaat als we dat al op 1 januari 2017 zouden doen. Op het moment dat het contract afgelopen is. Maar je zit voor te stellen dat sportfondsen dat gaat exploiteren, dat nieuwe zwembad? Absoluut.
Absoluut, en dat is ook het. Er wordt gekeken naar een externe partij om het te doen, hè? Want dan financieel kan de gemeente het niet zelf gaan doen. Nee, we hebben het al 15 jaar geloof ik uitbesteed. Ja. En vandaar ook die verlenging van het contract nu nog de aankomende tijd te kunnen gebruiken om het verder te kunnen ontwikkelen. Als de sportfondsen een van de partijen is en die doen straks mee met de aanbesteding of anderszins innovatief gaan kijken, dan is wat mij betreft sportfonds ook welkom. Maar de markt gaat open op het moment dat je weer gaat aanbesteden natuurlijk. Ja, wanneer wordt het een en ander duidelijk? En dan, een tijdsperiode? Nou, een en ander duidelijk zal zijn, het zijn twee trajecten, hè? De binnensportaccommodaties, ja. Daar zijn we volop in gesprek. Ook dat verwacht ik wel eerste helft van 2016 helderheid in te krijgen. Rondom het zwembad, wij zijn nu druk bezig al om een opdracht te formuleren. Er komt de projectleider op. En dan gaan we fullspeed aan de slag met de marktpartij om te gaan verkennen. En het sportfonds wat mij betreft een hele goede gesprekspartner. Heeft al heel veel ervaring in Tiel. Na periode? Half jaar? Ja, ik verwacht ook een half jaar. Hè, want daarom wil ik zeggen van met de marktpartijen aan de slag. Mm-hmm. Er zijn al wat marktpartijen die hebben zich al gemeld. En tot voor kort ook gewoon even afgehouden, omdat we natuurlijk nog niet wisten wat die kaderstellende discussie op zou leveren in de Raad. Dus al met al, het ziet er goed uit? Ik ben in die zin optimistisch. Marktpartijen melden zich al. Die weten vanuit de media al wat er gaat gebeuren. De uitdaging is groot en ik ga er vol tegenaan en ik hoop eerste helft van het volgend jaar helderheid te gaan krijgen. En de opdracht van de Raad is helder. Nou, je bent een druk bezet wethouder, althans in die zin dat er veel zaken lopen die jouw portefeuille aangaan. Sport, hebben we het net over gehad met het zwembad, maar ook het wielrennen, de Giro d'Italia. Hoe staat het daarmee? Goed, denk ik. Zoals u weet, komt door Tiel. Ja, zoals u weet doet de provincie, die organiseert de Giro. Ja, die trekt aardig die geld uit om dat hier naartoe te halen. Die is gastprovincie voor de Giro, uiteraard door de Giro vanuit Milaan geregeld, de organisatie zelf. Die hebben gekeken in het Gelderse van waar de rondes allemaal langs kunnen gaan. Daar is ook Tiel uit gekozen, omdat Tiel ook bij de provincie bekend staat als een wielerstad. En, wat dat betreft heeft gedeputeerde Markink zijn woord gehouden. Hè? Vorig jaar tijdens de Ladies Tour daar al over gesproken. Ja, gedeputeerde Markink die weet heel goed waar Tiel in staat en voor staat met betrekking tot wielrennen. Hè? Kijk ook naar de ontwikkeling met betrekking tot het wielerpark. Dus de organisatie wordt nu ook lokaal bekeken van wat moeten wij lokaal gaan doen. We weten nu wat de route maar is. Maar natuurlijk ook de organisatie van de profronden die zich daar actief mee kan bemoeien. Maar in die raad, dat was de begrotingsraad, meen ik, werd nog gezegd van ja, leuk meneer Dries, uw feestje met het wielrennen, maar daar gaan wij geen extra geld in stoppen. Hoe zit dat? Nou ja, dat heeft niet direct de raad gezegd. Dat waren een enkele partij in de raad die dat aanhaalde. In de raad proef ik inderdaad twee stromingen. De ene stroming van gewoon leuk dat wij zo'n evenement door Tiel heen krijgen, letterlijk door Tiel, waarbij ik weet niet hoeveel ogen op Tiel. Het gaat stap voor stap de informatie die we krijgen. Mm-hmm. Maar nogmaals, dat gaat echt geen tientallen duizenden euro's kosten. Nee.
U bent ook belast met de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat speelt natuurlijk al heel wat het afgelopen jaar. Hoe staat Tiel ervoor op dit moment? We hebben gekozen voor een zogenaamde zachte landing. Hè? Ja, we staan er in zoverre goed voor. We hebben gekozen voor de zachte landing. En wat is dat precies, zachte landing, voor mensen die dat niet weten? De zachte landing was eigenlijk, even terug naar af. We hebben het per 1 januari jongsleden hebben het overgekregen van het Rijk. Daar was tevens ook al een korting mee gemoeid. Dus wij moesten dingen gaan organiseren, wat voor ons nog even zoeken was van wat houdt het allemaal in. En we wisten dat we er minder geld voor uit zouden kunnen gaan geven. Dus effectieve werk, anders gaat fout. Ja, dat is dan een van de onderdelen daarvan. Maar we hebben gekozen met die zachte landing om de bestaande aanbieders, zij het wel dan met die korting die wij ook hebben gekregen, hè, dus dat moesten we wel doorvoeren. Wat praat je dan over? 20%, 30%? Dat verschilt per onderdeel eigenlijk. Okay. Bij de ene is er wat meer gekort dan bij de ander. Maar dan hebben we gezegd, van dezelfde aanbieders mogen dat dit jaar blijven doen. Is er ook geen spanning voor de medewerkers, et cetera. Dat is de zachte landing. Dat is allemaal redelijk goed gelopen. Natuurlijk allemaal wel tegenvallend. De ene heeft wat meer moeten snoeien dan de ander. Maar over het algemeen is de zorg wel goed terechtgekomen. Ook wel zoektochten. Niet overal iedereen even tevreden. Met name was het voor ons ook een zoektocht van mensen die heel veel uren kregen in eerste instantie. En dan hebben we het over huishoudelijke hulp. Die krijgen nu een resultaat, zeg maar. Dan praat je niet meer over uren. Dat bracht nogal wat discussie met zich mee. Voor het aankomende jaar is de zachte landing niet meer van toepassing. Daar hebben wij gezegd van nou gaat de markt open. Dus nou kunnen mensen gaan intekenen, organisaties. En dat wordt op dit moment afgerond voor de keuzes. Tot slot van ons gesprek, Henk. Wil je nog iets kwijt? Het blijft een uitdaging, als ik het zo mag zeggen. Er gebeurt heel wat in de maatschappelijke omgeving. Sociale domein? Het sociaal domein in het bijzonder. Hier en daar wat onrust. Maar er zijn heel wat organisaties die vrij recent gestart zijn met nieuwe uitdagingen. Neem bijvoorbeeld Veilig Thuis. Is ook nog niet zo lang geleden in beeld geweest, in het nieuws geweest. Er wordt overal keihard gewerkt om alles weer goed te gaan organiseren. Soms heeft het wat meer tijd nodig en ik vraag begrip, maar jongens, is er iets te melden? Meld het de gemeente, want we willen alleen met z'n allen het beste voor onze inwoners zien te bereiken. Nou, wij van StadsTV, we blijven het monitoren. Bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er volgende week weer. Graag tot dan.